Maak een verbuiging, Marie. Verbuiging maken. Vanochtend begint groep 3 als eerste met lessen. Het is dus niet zo dat we voor de lol gaan judo. Nee, schooljudo is een vak omdat we ons beter, plezieriger, fijner, gemotiveerder kunnen voelen. Natuurlijk is het spectaculair en leuk. Wie wil er nou niet door de lucht vliegen? Maar de judolessen op de horizon dienen een ander doel. Volgend jaar moet elke school verplicht een lesmethode hebben tegen pesten. Je moet hier met respect met elkaar omgaan. Dat is een beetje het principe van judo natuurlijk. We zijn de eerste school in Nederland die het zo doet. Dat is echt heel bijzonder. En dat bijzondere project werd vanochtend dus ten overstaan van alle leerlingen van de horizon feestelijk geopend. Heel veel plezier bij jullie judolessen. Nou, ik vind het echt uniek. Het is de eerste in Nederland. Als ze dit leren, ze hebben zich uitgeraasd in de judoles. En vervolgens goede waarden leren, dan wordt er ook gewoon minder gepest. Ik denk dat je daar een effect van gaat zien. De school heeft een dojo-mat gekocht en judo-pakken voor de leerlingen. Naast het judoën wordt er ook in de klas gesproken over waarden als respect, weerbaarheid en beheersing. Judo als volwaardig schoolvak dus. Hier krijg je geen cijfer voor, hier krijg je alleen maar zelfvertrouwen door. Want ik ben het waard om het te zijn. En dat is het belangrijkste.